Naast het liberalisme en socialisme zien we in de 19e eeuw nog een andere politiek-maatschappelijke stroming opkomen, het nationalisme. En dat liberalisme en dat socialisme dat hadden ervoor gezorgd dat er steeds meer een gevoel van eenheid kwam onder de burgers. Want ze gingen samen nadenken over, hé, waar moet de soevereiniteit liggen? Verrek, die moet bij ons liggen, die moet bij de burgers liggen. En ze krijgen dus steeds meer zoiets van, hé, wij zijn een eenheid. Als wij een eenheid vormen, samen staan we sterk. En daaruit komt eigenlijk dat nationalisme voort. En wat wil het nationalisme? Het nationalisme gaat uit van voorliefde voor het eigen volk dat een eigen natiestaat wil vormen. Er zijn verschillende volkeren in de wereld en die hebben allemaal recht op hun eigen staat, hun eigen natie. Een gebied dus met duidelijk vastgelegde grenzen waarin dat volk woont en waarin ze ook hun eigen bestuur hebben. Ja, en hoe wordt een volk gevormd? Hoe stimuleer je het nationalisme? Nou, dat doe je door een gemeenschappelijke taal te benadrukken. Ga maar na, als jij in het buitenland bent en je hoort iemand Nederlands praten, dan denk je toch ook even van, hé, dat is ook een Nederlander. Hé, dat is apart, ik hoor ook Nederlands. En dan heb je toch een bepaalde mate van verbondenheid meteen met elkaar. Daarnaast heeft ieder volk ook een eigen cultuur. Er zijn bepaalde kunstwerken die heel erg gewaardeerd worden, waar men trots op is in een land. Of een land, een volk heeft een bepaald geloof. Of er zijn bepaalde eetgewoontes. Nou, dat draagt bijvoorbeeld allemaal bij aan die gemeenschappelijke cultuur, waardoor je meer een gevoel van eenheid krijgt. En als laatste wordt er ook vaak gekeken naar het verleden. Kijk eens hoe goed ons volk in het verleden wel niet is geweest. En dat wordt eigenlijk als een soort voorbeeld genomen van, nou, zo sterk, zo goed kunnen wij nu ook weer worden. Ja, en voor machthebbers was dat nationalisme eigenlijk best wel een goed iets. Want het zorgde voor meer eensgezindheid, voor meer eenheid onder de bevolking. En daardoor was die bevolking ook beter onder controle te houden. Jongens, ga het nu maar lekker samen doen. Dan komen we een stuk verder, zeg maar. Dus niet meer al dat gedoe onderling. Nee, we zijn één volk. En dan zijn ze dus makkelijker te controleren in plaats van allemaal losse groepen. Eén land, of eigenlijk één gebied moet ik zeggen, in Europa waar dat heel sterk gebeurde, waar het nationalisme heel sterk opkwam en waar het een grote politieke gevolgen had, was het Duitse gebied, het Duitse Rijk. Want Duitsland is aan het begin van de 19e eeuw, hier zien we het kaartje van 1815, nog geen natiestaat. Dan zijn het juist, zoals we hier op het kaartje ook zien, allemaal losse Duitse staatjes. En die hebben natuurlijk wel allemaal ongeveer dezelfde taal, die gemeenschappelijke taal. Er wordt een variant van Duits gesproken in ieder van die staten. Ze hebben ook hetzelfde verleden eigenlijk dat ze delen. Het zijn Germanen waar ze trots op zijn, die Germaanse geschiedenis, die bijvoorbeeld tegenover die Romeinen hebben gestaan. Ja, ze hebben dus eigenlijk ook wel een gemeenschappelijke cultuur. Maar goed, het zijn losse, onafhankelijke staatjes, geen natiestaten. En dan breekt in 1848, zagen we in de vorige video ook al, dat revolutiejaar uit. Ook in die Duitse staten, vooral in Berlijn, de hoofdstad van Pruisen, de grootste Duitse staat, is het erg onrustig. En dan zie je dat in Frankfurt, in het midden van dat Duitse Rijk, vertegenwoordigers van al die verschillende Duitse staten bij elkaar komen. In het Frankfurter parlement. Zij worden daarbij gesteund door de leider van Pruisen, nogmaals die grootste Duitse staat, de Pruisische koning, en ze hebben een aantal doelen. Ten eerste, revolutiejaar 1848, er moet een nieuwe grondwet komen, een liberale grondwet komen. Wij moeten meer inspraak krijgen in het bestuur, vond de gegoede burgerij. En daarnaast moet er een Duitse eenheidsstaat komen. Als wij allemaal samenwerken, als wij allemaal samen gaan als Duitse staten, dan staan wij een stuk sterker. Wij zijn toch immers allemaal Duitsers? Waarom dan al die losse staten? Nou, daar gingen ze eigenlijk voor strijden. En die Pruisische koning die zag dat dus eigenlijk wel zitten. Want hem werd ook beloofd om dus de leider van die nieuwe Duitse staat te worden. Hij was nu koning van Pruisen, maar dan zou die keizer van Duitsland kunnen worden. Dus dat zag je ook wel zitten. Maar veel andere Duitse vorsten die zagen dat niet zitten. Want die vonden die revolutie maar niks, want dat zou ten koste gaan van hun macht. Die ze vanaf 1815 weer gerestaureerd hadden. En zo gauw die revolutie is neergeslagen, en dan zei ik dat het Frankfurter parlement ook een beetje tandeloos wordt, machteloos wordt. Dan zegt dus die Pruisische koning, hey jongens, ik bedank toch voor de eer. Er is geen enkel parlement dat mij de macht kan geven, want ik ben een koning en ik heb mijn macht alleen maar van God gekregen. Die kan ik niet van burgers krijgen. En die Pruisische koning die weigert dan dus de keizerskroon. En je zou dus kunnen zeggen dat die Pruisische koning niet bepaald verlicht reageert. Hij lijkt meer nog op zijn vorst van het Ancien Regime.